Hey, goeiedag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan verder in Engeland, de nummer 10 van het kampioenschap en aflevering 53. Als je aflevering 52 in Oostenrijk gemist hebt, dan zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. En ben je nieuw op het kanaal en wil je meer wekelijkse afleveringen van F1 2019, de Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan, zodat je geen enkel video meer van mij mist. Ja, we gaan vandaag dus verder in Engeland na een uitstekende race in Oostenrijk. Als je die nog niet gezien hebt, klik dan rechtsboven in het i'tje. Het was een hele geweldige grote prijs. De rondetijden waren snel, maar ik ga verder geen spoilers verklappen. Weer Sebastian Vettel gekozen als naaste rivaal, samen met Lewis Hamilton dus. Weer een paar updates erbij gekomen. Eentje van de chassis. En in Rusland komen ook een paar updates aan de auto. Maar eerst Engeland dus. Een fantastisch circuit om op te rijden. Ik had gemerkt in de practice programs. Programma's. Dat we daar bloedsnel zijn. Dus ik verwacht hier gewoon weer een pole position te veroveren. Dan ik weer lekker de race uitrijden. Maar eerst de kwalificatie voor de Grote Prijs van Engeland. Voor career aflevering 53. It's time once again then for qualifying here at Silverstone on what we're hoping will be a tight contest for pole position. This is a track that tends to ask quite a lot of the tyres, both front and rear. So is it fair to say a great deal of management will be needed in order to do well here? Tyre wear is always something you have to consider to a certain degree. Finding a good car balance that suits the circuit will help prolong the life of the tyre, but it's true that some circuits, such as this one, are more challenging than others. How hard you can push them depends on your strategy and how tight the battle is around you. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1 hier op het circuit van Silverstone, waar wij de afgelopen twee seizoenen ook heel goed presteerden. In seizoen 1 een podiumplek, P3 namelijk, in seizoen 2 de overwinning en in seizoen 3 dus ook de overwinning en hopelijk kunnen we die afpakken van Lewis Hamilton, want de Brit leidt in topvorm namelijk. In Oostenrijk was hij er al bij en ja, ik verwacht hier gewoon veel spektakel tussen de beide Mercedes'en. We stappen met een 1.28.8, daar duiken wij 48.000ste volgens mij, nee 18e zelfs. Onder de tijd van Verstappen. 18e duiken wij onder de tijd van Verstappen. Kapot snel, bloedsnel. Zo noem je dit maar. Hamilton met een 1.27.0 om precies te zijn. En wij zetten een 1.26.5 neer. Heel snel op dit moment, wat ook goed is. De uitslag van Q1. Onszelf naar 1. Hamilton gezet op 14e. En daarachter is gewoon een gat van 1.4 seconden naar Charles Leclerc. Ik heb het niet goed gezien, maar dat geeft helemaal niks. Daar focussen we dus ook niet op. We focussen op onszelf. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2. En dan verwacht ik hier gewoon weer een P1 te noteren. Wel wat verkeer voor ons. Volgens mij is dat Magnussen en Verstappen die ik voor mij heb zien rijden. DRS hier geopend. Verstappen gaat aan de kant voor Magnussen. En voor ons, wij pakken wat slipstream mee van de Nederlander. 26.9 is onze eerste sectortijd. Weber met een 1.28.0. Onszelf. Ik denk met een 1.26 zoveel. Ja, een 1.26.3. Heel mooi. De uitslag van Q2. Hamilton op 17e gezet. En daarachter Weber op 1,5 seconde. Dat is een heel goed begin van Q3 namelijk. Want dat geeft ons zelfvertrouwen voor het laatste kwalificatiedeel hier in Silverstone. Want dan ga ik ervan uit dat wij ook op P1 staan aan het einde van Q3. En ik heb besloten om het bij deze run te gaan houden. Dat ik geen tweede run hoef te doen, want ik verwacht hier gewoon een P1. En zo niet, dan starten we niet van P1. Helaas, Bottas met een 1.28.2 staat voorlopig op pole position. Leclerc met een 1.27.6. En waar staan wij?
Wij rijden een 1.25.7. Bijna een seconde sneller dan Charles Leclerc. De uitslag van Q3. Wij hebben dus de pole position veroverd. En Hamilton gewoon op een seconde gezet. Ongelooflijk. Ongelooflijk snel. En dat met maar één run. Hamilton heeft het ook bij één run gelaten. Zo de knetters. De uitslag van de rivaliteit breakdown met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, die winnen we dus op dit moment van de beide coureurs. De resource punten na de kwalificatie hier in Silverstone. Het zijn er zoals gewoonlijk lekker veel. Kunnen we veel gaan spenderen aan updates. En in Duitsland komen ook een paar updates wat ons verder van Williams moet vandaan trekken. De reputatie met mijn team en de andere concurrenten, Veteran en Sportsmanship, allemaal leuk en aardig. I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Nou, dankjewel Jeff. Ja, we gaan het hier dus gewoon zien voor de grote prijs van Engeland voor Career aflevering 53. We zijn er klaar voor. We're right back where it all began. The very first World Championship Grand Prix was held here at Silverstone in 1950, with Giuseppe Farina taking the top step of an all Alfa Romeo podium. He earned 9 championship points that day on his way to the inaugural title. His winning total at the season's end, just 30 points. My, how times have changed. So let's see who can reach the top step of the modern podium today. The 3.6 miles of the Silverstone circuit in Great Britain is hallowed ground to the Formula One faithful. We have 18 corners that wrap around this former World War II airbase and some good passing opportunities at the end of the DRS zones. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. The Professor lines up on pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Leclerc, Lucas Faber and Vettel, Butler, Bottas, Perez and Daniel Kvyat, Russell, Gasly, Romain Grosjean and Giovinazzi, Magnussen, Ricciardo, Robert Kubica and Kimi Raikkonen, Stroll and Carlos Sainz will start from the back of the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Okay, this is the team's home race. We're all relying on you to impress today. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Ja, 26 ronden. De thuiscircuit van ons team dus. En ja, we moeten dus lekker gaan pushen om het te kunnen zien dat wij deze overwinning verdienen, namelijk als team. Hopelijk dat Hamilton ook meekomt met ons. En dan gaan we gewoon beginnen met de grote prijs van Engeland voor Career aflevering 53. De lampen zijn aan voor de grote prijs van Engeland. Hamilton naast ons en we zijn onderweg. En het is een goede start, want we verliezen geen posities van de rest. Verstappen is al gelijk naar P2, heeft Hamilton te gratis genomen. Hamilton valt daar gelijk terug aan. En wij hebben de leiding behouden in bocht nummer 1. Prima, prima, prima wedstrijd tot nu toe. Want er kan hier van alles gaan gebeuren in de grote prijs van Engeland. De race is lang, 26 ronden op de klok. En dus moeten we nu zien weg te rijden van Lewis Hamilton. Die hier denk ik zijn overwinning wil gaan halen. Maar dat laat ik dus niet toe. Dus Mercedes zit misschien wel met een handen in het haar. Maar laten we hopen dat we beide lekker professioneel aan kunnen doen. Ronde nummer 2. We zetten de snelste racemodel in met een 1.32.4. Want dan hebben we al op 17e. Daarachter zit Verstappen op 18e volgens mij. En hebben we nu een lekker groot gat. Ronde nummer 2 inmiddels. Hamilton kruipt wel dichter naar ons toe. Dat komt omdat wij uurs aan het besparen zijn. En als Hamilton ons hier aanvalt, dan laat ik dat gewoon toe. Maar hij zit te ver weg. Paas in sector 1, 14e verschil naar Lewis Hamilton. Drachten zit Verstappen op 19e. Dus die heeft het zwaar. Maar Hamilton kan dus nu profiteren van onze slipstream. Want dat is hier erg sterk bij de DRS gedeeltes. En dan is het zometeen kijken wat Lewis Hamilton doet. Ronde nummer 3 inmiddels. Hamilton pakt de snelste race ronde af met een 1.29.9. Dat is
2/10 sneller dan ons. En dus verwacht ik dat hij dadelijk een aanval waagt. We blokkeren wel wat bij bocht 2. Dan is het kijken wanneer Hamilton ons aanvalt. We schieten wat door bij bocht nummer 3, wat te wijd uitgekomen. En dadelijk kan Hamilton niet, denk ik, aanvallen. Of hij zit te ver weg. Hij zit te ver weg. Ja, Hamilton zit te ver weg voor een echte aanval. Persoonlijke verbetering in sector 1. 1/10 sneller. En Hamilton zit op 3/10. Maar ik heb nu in één keer moeite om balans te vinden in deze banden. Hopelijk dat ze niet oververhit zijn geraakt. Dat zou wel erg jammer zijn als dat zo was. We pakken de snelste raceronde af van Lewis Hamilton met een 1.907. De snelste raceronde is dus nu afgepakt. En Hamilton is in één keer op 2 seconden gezet. Ik denk dat hij Urs aan het besparen is. Wat wij dus nu ook doen. En hij zich, denk ik, prepareert voor een volgende aanval. Als hij nog binnen onze DRS handbereik zit. Want het is 2 seconden. Maar het kan ook zomaar zijn dat het in één keer 19 wordt. Dat Hamilton even op Hamiltine drukt. En dat hij dat gat in één keer aan het dichtrijden is. Maar dat is dus niet, want we hebben hem op 2.3 gezet. 3/10 sneller in sector 1 gegaan dan Lewis Hamilton. Ronde nummer 7 inmiddels. Het gat naar Hamilton is groter en groter geworden. Paars in sector 1. Hamilton nu op 4.2 seconden. Verstappen zit erachter op 5.5. Dus ongeveer 9.7 hebben we naar Max Verstappen. We zetten weer de snelste raceronde met een 1.29.2. En de pitwindow gaan we bereiken. En dan gaan we naar de medium band. Hamilton op 5.5. Dus die zien we, denk ik, niet meer terug in deze grote prijs. En daar zit Verstappen achter op 11 seconden ongeveer. We zijn dus naar binnen voor ronde nummer 10. En de pitlane is hier heel erg lang. Dan moet deze stop goed gaan. Die gaat goed. 2 seconden heeft het ongeveer geduurd. Hamilton dus nu aan de leiding. Verstappen rijdt een ronde langer door. En komen wij in verkeer terecht? Ja, we komen in verkeer terecht. Ik denk nog zelfs achter een McLaren. Ja. Zelfs achter een Alfa Romeo. We komen terug op P9. En dan is het nu al die jongens voorbij zien te passeren. Want zij gaan deze ronde, denk ik, naar binnen. Zij wachten een ronde langer. Hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton en Max Verstappen. Dan kunnen we nu naar George Russell toe rijden. We hebben DRS openstaan, we hebben alles openstaan. En dan kunnen we hier later in remmen dan de Brit. Ja hoor, aan de buitenkant geplaatst en een prima inhaalmanoeuvre van ons. Dan kunnen we nu doorrijden naar Devin Butler. Die hier al de volgende is, die we hier al kunnen aanvallen. Maar Butler verdedigt hard. Dus we kunnen er niet langs. Hier dan proberen. Nee, lukt ook niet. Dus we verliezen hier wat tijd. Wat een ramp is. Want dat wil ik niet. Butler is hier dan de zaak. We proberen hier een wijdere lijn te nemen. Mislukt helaas. Hamilton is naar binnen. We kijken aan de buitenkant bij Devin Butler. Wijken wat af van onze lijn om te laten weten dat we hier niet van gediend zijn. Want Butler duikt naar binnen, denk ik. Ja, Devin Butler duikt naar binnen. En dan is de vraag waar wij terechtkomen. We schieten zelfs door. We zetten de snelste raceronde met een 1.28.5. We stappen dus nu ook naar binnen. Giovinazzi is volgens mij nog doorgereden. Of die is naar binnen gedoken. Die is naar binnen gedoken. En Hamilton pakt Verstappen. Is voor de undercut gegaan. Lekker, Lewis. Goed zo. Dus weer een 1-2'tje voor Mercedes. Maar Hamilton geeft ons niet echt een strijd. Dat was ook al in Oostenrijk niet het geval. Waar ik wat van baalde. Daardoor is er niet echt een interne battle.
en kunnen we elkaar niet verbeteren. Carlos Sainz, uitgevallen. En dat brengt de virtual safety car naar buiten. En we kunnen nu misschien een pitstop gaan maken. Maar ik ga dat niet doen, want ik ben bang dat ik te veel tijd verlies naar Lewis Hamilton. Dus ik laat het zo. We moeten dus een pace gaan aanhouden die groen is. Eerst dus aan het besparen en de virtual safety car is alweer aan het eindigen. En we kunnen weer door. Mooi. DRS weer beschikbaar gesteld. Het gaat als 12,7 seconden. We hadden eigenlijk een pitstop kunnen maken. Maar dat is allemaal achteraf. Daar kom je nu pas mee. Dus dat heeft dus geen zin om daar nu over stil te staan. Weer lekker onze ronde rijden hier in Silverstone. De thuisbasis van Lewis Hamilton. Waar we een genadeklap uitdelen in zijn Silverstone. Ronde nummer 24. De race zit er alweer bijna op. Nog twee ronden te gaan. Het gat naar Hamilton is 14,3 seconden. Dus dat zijn we aan het uitbreiden. Gelukkig maar. Daarachter zit Verstappen. En daarachter rijdt een van de Ferraris. Rood in sector 1, een half seconde langzamer. Verstappen op 16,3 gezet. Het publiek, dat is er niet mee eens denk ik, want ik hoor ze teleurstellend zijn. Hamilton op 14,0 gezet. Dus Lewis kijkt tegen een enorme achterstand aan. En dat gaat hij denk ik niet meer dichtrijden in de laatste paar rondes. Verstappen rijdt ongeveer 30 seconden achter mij, want ik tel die 14 seconden erbij op. Van Lewis Hamilton naar Max Verstappen. En dus ben ik hier wat uurs aan het besparen voor de laatste ronde om misschien nog even een stuk de tijd neer te zetten. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs van Engeland. We komen wat achterblijvers tegen, zie ik. Dat is denk ik Ricciardo en Perez. Zeg ik dat goed? Nee, het is Stroll. Stroll in plaats van Perez. Nou, hopelijk dat die snel aan de kant kunnen, zodat wij geen tijd verliezen in de laatste ronde. Ja, dat kan Jeff, maar dat doen we dus niet. Groen in sector 1, 19.000 is sneller. Jeff zegt, ja, we hebben hier een kans om de auto te sparen, maar alles doet het nog van de auto, dus waarom zouden we hem sparen? Ricciardo ging er trouwens heel mooi aan de kant. Dankjewel Ricciardo. En Stroll gaat hier ook mooi aan de kant. Super. Geen last van blauwe vlaggen dus. De laatste paar bochten naderen we. We slaan hier een megaklap in Silverstone door te winnen in Lewis Hamilton's achtertuin. Dat is alweer een overwinning voor ons. En dan gaan we ons opmaken voor Duitsland. And Mercedes have pulled off a great victory here today. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well-earned victory for Mercedes. De uitslag van de race in Engeland. Wij winnen dus de grote prijs van Engeland. Hamilton op plek 2. We pakken ook het snelste race van de punt. 16,1 seconden. Wat? Are you sure about that? Lewis
Lewis Hamilton driver of the day? Ben je serieus, Anthony? Ben je serieus? Waarom krijgen wij geen driver of the day? Waar slaat dat nou weer op? We hebben gewonnen, we pakken snel 2 punten. We hebben Hamilton op zoveel seconden neergezet. En Hamilton krijgt driver of the day. Niet terecht, Anthony Davidson, niet terecht. Nou, de rivaliteit breakdown met onszelf en Lewis Hamilton, die hebben dus gewonnen. Dus wij moeten gewoon driver of the day krijgen, Anthony, niet Lewis. Vettel winnen dus ook op dit moment de resource punten na de race hier in Silverstone. Zijn er zoals gewoonlijk lekker veel en dan kunnen we op naar Duitsland. Wat ook een goede race voor ons moet gaan worden namelijk. Ja, dat kunnen we dus weer spenderen aan updates. Team goal is behaald. Reputatie met onze huidige team en de andere teams is gelijk spelen. Veteran en sportsmanship, jullie kennen het allemaal wel. Excellent result today. Finishes like that will look good on your contract reviews. Nou, dankjewel Emma. Ja, dit was het voor die mensen. Ik hoop dat je genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je hier nieuw op het kanaal en wil je meer wekelijkse afleveringen van F1 2019 zien? Ram dan genoeg de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op alles aan, zodat je geen enkele meer van me mist. De goal is nu 70 abonnees. Dus ja, ben je gewoon nieuw, abonneer dan gewoon op dit kanaal voor meer wekelijkse Formule 1 content die leuk is, die spannend is en met leuk commentaar voorzien. Ja, volg me even op Instagram, link staat in de beschrijving. En als je nog iets te zeggen hebt, tik het dan gewoon in de comments. Ik reply altijd en dan zou ik zeggen, een fijne dag en verder. En tot de volgende keer bij F1 2019 de Premier Mode. Ga verder in Duitsland.